Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en welkom bij de eerste oefening op de holes. Voor deze eerste oefening krijgen we dit circuit waar we een serieschakeling hebben van een bron met een volschakelweerstand en een diode. De vraag is, bereken de stroom die dat door dat circuit gaat vloeien. Dus we hebben een serieschakeling. Serieschakeling weten we dat de stroom die de bron zal leveren ook door de weerstand zal gaan en door de diode en dus door alle componenten even groot zal zijn. Aan de andere kant hebben we ook onze spanningen in die serieschakeling. We weten van spanningen in serie dat die zich zullen gaan verdelen over alle componenten. Dus de spanning die de bron levert, zal zich gaan verdelen over de componenten tussen die positieve en negatieve aansluiting. Welke gegevens hebben we nu? Nou, we weten dat we een bronspanning hebben, die gelijk is aan 5 volt. En we weten ook de weerstandswaarde, namelijk 1 kilo ohm of 1000 ohm. Als we iets verder ons circuit gaan analyseren, kunnen we nog een derde gegeven eruit halen. En dat is namelijk met die diode. Als die diode in forward bias staat, en bij een gewone diode, dan zal er een voorwaartse spanningsval over staan van 0,7 volt. Dan moeten we eerst even gaan bepalen of die diode in forward of in reverse bias staat. Hier hebben we de voedingsbron. De negatieve kant van de voeding is verbonden met de kathode. De positieve kant, positieve spanning met de anode. Dus we kunnen ervan uitgaan dat die diode in forward bias staat. Dus hebben we daar een voorwaartse spanningsval over van 0,7 volt. Gevraagde was dus onze stroom. We hebben al gezegd dus dat de spanning dat die zich over alle componenten zal verdelen. Dus bronspanning is gelijk aan de spanning over de weerstand plus de spanningsval over de diode. En dan kunnen we heel snel met een beetje wiskunde de spanning over de weerstand hier uithalen. Spanning over de weerstand is gelijk aan de bronspanning min de voorwaartse spanningsval. Het zal dan gelijk zijn aan 5 volt min 0,7 is 4,3 volt. De spanning over de weerstand zal dus gelijk zijn aan 4,3 volt. Nu, dit is wel leuk, want we weten die spanning over de weerstand en we weten de weerstandswaarde. En volgens de wet van Ohm is de stroom door een weerstand gelijk aan de spanning over de weerstand deel door de weerstandswaarde. Indien we nu die spanning en die weerstandswaarde invullen, krijgen we 4,3 volt delen door 1000 ohm. En hebben we berekend dat we in dit circuit een stroom hebben van 4,3 milliampère.